Duffy. Dick's out voor Maaike. Oké. Nee, tuurlijk joh. Tuurlijk. Yo kijkers van Duffy Games. En leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van die Hunger Games. Oftewel de Blitz Survival Games. We gaan vandaag lekker spelen in de map Shroom Valley. Waarin we gaan spelen met onze Wolf Tamer Kit. Heb ik er lang niet meer mee gespeeld. Ik denk, weet je wat? We horen gewoon wat vers bloed in de game. Hoppatee, lekker met de Wolf Tamer. We moeten wel best wel goede shit ervoor krijgen, maar het maakt helemaal niet uit. Toen iemand een versje aan het opzeggen was over mij, ik moet eerlijk zeggen, ik heb hem niet gelezen. Ik las alleen het woord Harambe en toen was het eigenlijk al te laat. Fuck me, maakt helemaal niet uit. Mensen, welkom. Mocht je er vandaag zin in hebben, you know what you can do then. Doe ik even duimpie. En of course, ik ga natuurlijk mijn best doen om te winnen. Veel leuke reacties onder de vorige video. Hoewel, mensen die maken de opmerking als, Duffy, waarom zie jij niet in deze video? Ik zag twee keer een Dylan in de video. Really? Gaan jullie serieus zo nu ook wel doen tegen mij door Maaike? Like, for real? Alsof ik gewoon niet meer besta. Oh, zo zielig dit, mensen. Zo zielig dit. Ik word gewoon gepest, jullie. We hebben een focus vanaf de spawn op zich op ons. Dat betekent, we moeten nu gaan rennen. Dat is best wel fucked up. Zeker met de kit die we hebben gekozen. Maar we hebben geen keuze. Is hij gestopt, de kerst? Ziet nou dat hij gestopt is. Vind je wel iemand die best wel gestekt al? Kan ik ook killen? Nee, dan komt hij alweer achter ons aan. We moeten doorrennen. We moeten doorrennen. We kunnen gewoon nu niet iemand gaan killen of kisten gaan looten. Ja, kisten looten misschien eentje. Maar zoals ik zie, de man heeft echt gewoon iron aan. Die heeft ook al echt gewoon een stone sword. Dus dat is pretty fucked up. Ja, dan kan je alleen maar rennen. Hopen dat je nog iets kan doen zometeen. Maar, I don't know. We spannen gewoon lekker wel voor onze wolf in. Want dat is natuurlijk altijd handig om te doen. We zien hier best wel wat mensen. Kan ik hier misschien een kill oprapen of zoiets? Een kill? Ja. Dat is gelukt. Oké. Nu snel hier naartoe gaan rennen. Ik weet niet. Holy shit. Oké, kom op. Oké. Ik heb sowieso een iron body opgepakt. Dat kan haast niet anders. Ik heb hem sowieso. En zo niet, dan ben ik pretty fucked up. Maar ik denk dat ik hem wel heb. Wow. Oké. Dat was een sick hit. Vanaf die kant. What the fuck. Dit is pretty fucked up. Hou legit eens op. Oh, er zit ook gewoon letterlijk weer twee man achter me aan. For real. Oh, kom op. Laat mij ook in-game spelen. Hoppatee. We hebben in ieder geval het zwaard weten om te wisselen. Of van een ergens naar een zwaard om te wisselen. Dat is wel nice. Maar we moeten wel echt gewoon rennen voor ons leven. Heel de tijd. Dat is pretty fucked up, kan ik je melden. Dat speelt niet heel chill. Maar we doen het toch. Want we willen niet dood. We gaan hier er weer in zo. Hoppatee. En we durpen gewoon door. We gaan hier. Kan ik hier tussendoor? Ja toch? Ja, nice. Oké. Er zijn wel wat creepers, maar die laten we ook gewoon lekker links liggen. Iron body op de spawn. Oké. Ja, ik heb als goed ook in mijn inf zitten. Maar ja, ik weet het niet. Want ik word continu achterna gezeten. Dat is fucked up, kan ik jullie melden. Dat speelt niet lekker. Maar ja, weet je, ze hebben zoiets van, haha, ik zal en moet jou focussen, Jonne. Even kijken, ik heb de iron body niet. Wauw, oké, dat is wel even fucked up. Ik had echt gehoopt dat ik hem zou hebben, maar dat is pretty fucked up. We zien hier wel iemand met een golden body en alles. Yo, Assa dude, mag je ook killen alsjeblieft? Assa dude. Hoppatee, nice. Oké, deze hebben we tenminste dood. Doen we deze aan, die doen we aan. We hebben ook nog eens een keertje een gouden appel gekregen. We krijgen hier een free kill. Bro, shout-out naar jou voor de free kill. Dankjewel. Wat heb jij voor een night kit? 19, I guess? I'm not quite. Het zit wel een iron sword tussen. Dus we hebben denk ik gewoon inderdaad gewoon even een 19 gekregen van iemand. Dankjewel, shout-out naar jou. Holy shit. Doen we natuurlijk gewoon allemaal lekker aan. Moet ook even snel die body oppakken. Want volgens mij zit er namelijk protection op. Oef. Nee, ik heb natuurlijk betere boots al. Waar de fuck is die body? Kom op. Doe maar eens eventjes die body. Hier, protection. Nice. Oké, ook nog een keer een diamond helm. Dit is wel even ziek wat we nu inmiddels allemaal hebben. Ook nog een keer die gouden appel erbij. Oké, het is wel jammer natuurlijk dat we hier deze niet kunnen gaan enchanten op zich. Maar het is wel Gucci dit. Het is heel Gucci dit. Het is niet gewoon van het is wel Gucci. Het is heel Gucci. Protection 2. Fire protection. Oké, doen we deze even aan zo. Wordt vast als er nu iemand komt met een blazen. En wij tenminste fire protection. Prank, we hebben nu gewoon protection. En er komt iemand aan. Hoi. Denk ik zie jou niet. Haha. Oh, honden OP, bitch. Hoppatee, nice, oké. Dan komt de volgende aan. Assa, dude. Kom dan, ga dood. Hoppatee, die is ook dood, heerlijk, oké. Oké, dan komt de laatste, I guess. Kom op. Hoppatee, en we hebben de game gewonnen. Van een game die we bijna aan het verliezen waren dat we moesten rennen, naar op zich een easy win. What the freaking hell. 2000 coins, mensen, tot de volgende game. Goed mensen, daar ben ik weer in de map Kettle Drive. Kijk natuurlijk of wij hier onze winning voort kunnen zetten. Dit keer een no-kid mode.
Wel trouwens over kids gesproken, mensen. Ik ben inmiddels lobby level 55. Alleen het is meer nu de vraag bij mij, ga ik het doen of niet? En daarmee bedoel ik natuurlijk, ga ik de Snowman kit unlocken, ja of de nee? Ik denk dat als ik het niet vergeet, zeg ik ook meteen bij, want het kan zijn dat ik het vergeet. Even een straw poll vandaag onder in de video zetten of in de beschrijving zetten. Waar je op kunnen voten als je natuurlijk dat zou willen. Waar je even een ja of een nee kan voten van, zal ik die kit gaan unlocken, ja of nee? Kost me 385.000 coins, maar dan heb ik wel een Snowman kit. Doen ja of nee, vote even als je zou willen, als de link natuurlijk staat. En als je toch met je muis natuurlijk naar beneden gaat, klik dan ook meteen even een like aan. Vergeet niet, 1k likes is natuurlijk gewoon een Galderone invite. Dus misschien win jij die dan ook nog wel. En dan heb je gewoon ja, een soort van win-win situatie. Want en je helpt mij en je hebt zelf dan ook nog kans op iets. Dus hoe mooi is dat? Hartstikke mooi. Dat dacht ik dus. Terwijl die kerel zijn naam, hij probeert Blockhit te heten. Alleen, kijk, bij heel veel spellen kan dat. Bij heel veel spellen kan je de I, zeg maar, als je die hoofdletter doet, dan lijkt het net alsof je een L hebt. Alleen op Minecraft, nee, dan is de I gewoon echt een I. Dus dat is een beetje een gevalde naam, maar, dat is natuurlijk helemaal geen enkel probleem als jij zo heet. Ik bedoel, ik heet Harambe, ik bedoel maar, what the fuck. Milkshake Killer, really? Nee, dat is ook een naam waarvan je denkt van, really? Duffy Dicks Out for Mike. Oké. Nee, tuurlijk joh, tuurlijk. Even report hoor, even laten muten. Nee, grapje. Grapje. Hoi, mag ik jouw leggings? Alsjeblieft. Ja hoor, dankjewel. Die had ik namelijk nog nodig. Hoppatee. Vis, hengel, zet even snel daar neer. Iemand zit daarboven. Oh, zo. Assaded. Hey. Ik tik hem ook gewoon even. Hoppatee. Kunnen we hier niet... Oh. Ik dacht we konden hier naar boven. Maar, oh. Ik ben zo slecht op dit stuk van de map. Ha, Duffy expoest. Hij is slecht op dit stuk van de map. Maar je bent overal slecht op deze map. Zo die kerel zegt, wow, 4 iron. En dan heb je het lekker als je 4 stukjes iron hebt gehad. Dan doe je lekker. Ik heb lekker een diamantje. We doen die helm op puur omdat dat er gewoon fucking Gucci uitziet. En voor de rest gewoon, ja, dat dus. Heel slecht dit. We gaan hier weg. Wij kunnen voor sharpness gaan. Ik hoop dat mijn gear goed genoeg is in deze game te kunnen winnen op het moment al. Hoewel, als er even zo iemand kunnen killen met... Een betere body zou chill zijn. We zien iemand sowieso in de... Oké. Die maakt ook een iron sword. Gotta go fast, bruh. Gotta go fast. Hij heeft sowieso sharpness ook op zijn wapen. Gotta go fast. Nee, dit gaat heel moeilijk worden, deze fight. Ik wou legit om gaan draaien en weg gaan rennen. Dat ik dacht van dit... Dat moeilijk. Zie ik wel gewoon aan dat gear. Deze man is ontiegelijk sterk en weet ook allemaal wie de game gaat winnen. GG en alvast gefeliciteerd. Mensen, tot de volgende game. Goed mensen, dan ben ik weer in de map Alien Tower. Kijken dan of wij er hier wel een win van kunnen maken. Natuurlijk hebben we game 1 met een Wolftamer kit gespeeld, dat we lang niet meer hebben gedaan. Dan gaan we dus vandaag ook nog even spelen met de Creeper kit. Want waarom niet? Weet je, dat kan gewoon vandaag. En misschien win ik er wel door. En ik moet natuurlijk wel zeggen, deze Creeper Tamer kit is absoluut natuurlijk niet slecht. Ik bedoel, Iron Body met protection wat je krijgt, dat is gewoon fucking goesé. Dus ja, dat willen we gewoon. Goesé. Eén wat we nodig hebben zijn eventjes chain leggings. Dus give it to me. Oké, give it to me. Oké. Weet je, poging 2 zometeen hier in deze kist. Ik bedoel, vinden we gewoon hier eventjes chain leggings. Oké, nog niet helemaal. Assaded, waar ga jij heen? Assaded. Meneer, ik meld je bij deze, jij gaat dood. Jij gaat dood. Roses are red, violets are blue. If Rami was still alive, I wouldn't be here too. Nou, oké. Nou, dat is een heel mooi gedichtje. Meneer, die ook schijnbaar in de eerste game... bij mij in de game zat, want toen heb je hem ook gezegd. Alleen toen las ik hem niet, dus ik ben wel blij dat je hem nog een keer hebt gezegd. Dankjewel. Ik ben heel blij met dat soort berichten. Amen. Kan ik het een amen? Amen. Please, leggings. Oh, kom op. Nu mag het echt wel gebeuren. Oh, kom op. Nu dan? Oh, man. Oké, we hebben hier nog een kans. Hier ook. Voor El Leggerino's. Leggings? Hè, fucking hell zeg. Fuck me. Die doe ik maar aan. Hop. Oké. Ja, we hebben best wel een lekker gear setje. Mag ik dat zeggen? Dat mag ik zeggen. Dat ga ik zeggen. Ik heb best wel een lekker gear setje. Zou je hier maar zien? Hoi. En zoals ik zei, jij ging dood. Dat had ik toch gezegd tegen jou? Of niet? Ik voor mij wel. Hoppatee, dank u wel. Ik had hier ook een tandkuffer voor kunnen maken. I freaking know, but I did not do that because... Ja, yeah, it was not really smart for me that I not do that, because free coins are always good. Dus, dat dus.
Terwijl ik een heerlijke lagspike had. Of moet ik zeggen, een FPS dropje. Maar Duffy, hoe kan dat? Nou, dat heeft iedereen wel eens. Ja, is niet speciaal zijn eigenlijk. Assa, dude. Assa, dude. Oh, fucking hell. What the fuck? Waar haalt hij in één keer die fucking pickaxe vandaan? In één keer lapt hij. Oh my phone. Oh, oh shit. That's how you know you fucked up. Oh nee. Oh. Oh. Fuck me. Hoe komt hij. Ik dacht echt, dit was een Archer kit, hè? In één keer lapt hij gewoon die fucking pickaxe eruit. Gewoon een fucking Spelo 10. Like, fuck me. Dit was gewoon zo van. Haha, assa, dude. Ik doe net alsof ik een boogman ben, terwijl ik eigenlijk gewoon een dikke speler ben. En je bent dood. Fucking hell. Mensen, ik bedank jullie enorm voor het kijken naar deze video. Mocht je het leuk hebben gevonden, vergeet niet even te liken, te reageren, te abonneren. Niet te voten. En ja, mensen, tot morgen. Later.